Yo, what's up mensen! Nieuw hier en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op de Minecraft Vita Beast multiplayer serie. En vandaag wil ik verder gaan met Industrial Craft. Dus vandaar dat ik al wat onderdelen erbij aan het pakken ben. Kijk, Redstone komt eruit. Mooi. En dan gaan we ook nog eventjes wat goud pakken. Oké, okay. wat wil ik namelijk vandaag doen met Industrial Craft? Ik wil gaan beginnen met Juju Matter productie. Degene die het vorige seizoen van Vita Beast hebben gezien of die de voorgaande jaren van Vita Beast hebben gezien, die zullen wel weten wat Juju Matter is. Echter, is Juju Matter echt helemaal veranderd sinds deze versie. Kijk, je hebt eigenlijk alleen maar een liquid vorm, namelijk Juju Matter. Kijk, ik zal het wel maar laten zien. Je hebt verschillende soorten dingen. Je hebt ook nog een flop Juju Matter met zo'n dus een Thermal Expansion. Uh, het is gewoon helemaal veranderd, Juju Matter. We komen er gewoon op gedurende dit seizoen. Maar vandaag wil ik in ieder geval wat voorbereidingen gaan treffen. Ik wil nog niet echt helemaal Juju Matter zelf gaan produceren. Maar ik wil gewoon gaan beginnen met wat, uh, ja, wat de dingen die ervoor nodig zijn. Daarvoor gaan we hier achter de muur kijken. Ik heb hier namelijk al wat ruimte vrijgemaakt. En eigenlijk is mijn idee om hier een soort van Cobblestone productie te gaan maken. Waarom ik dat genoeg ga ik allemaal nog uitleggen. Maar Cobblestone productie, dat gaan we in ieder geval doen door middel van de Igneous Extruder. Die natuurlijk al een aantal keer gebruikt dit seizoen, maar echt een super handig dingetje. Die maken we op deze manier met wat tin, met een pneumatic servo, machine frame, dit gaat allemaal helemaal goed komen denk ik zo. Ik wil in totaal 12 van deze Ignis extruders maken, dus ik heb ook alvast 12 pneumatic servo's gemaakt en dan kunnen we nu ook nog 12 machine frames in elkaar zetten. Het is wel eventjes een duur karweitje, maar dan hebben we ook uiteindelijk echt wat. Want UU Matter is echt ongelooflijk leuk onderdeel van Industrial Craft. En even kijken, we hebben ook nog 12 pistons nodig. Weet je wat? Ik ga eventjes 12 van deze dingetjes regelen en dan kom ik daarna bij jullie terug. Als het goed is, hebben we nu alle onderdelen verzameld om maar liefst 12 van die Igneous Extruders in elkaar te gaan zetten. We gaan kijken. Let's go. Inderdaad, we hebben er nu 12 binnen. Oké, okay, voor nu wil ik het daarbij laten. Misschien dat ik in de toekomst het nog uh, ja, ga vermeerderen, maar dan moet ik even gaan kijken. Voor nu gaan we hier 12 van die Igneous Extruders plaatsen. Gewoon op deze manier: Drie rijen van 4 maken. There we go. En zoals jullie weten, de Ignis Extruder is eigenlijk heel simpel. Hij heeft drie opties: namelijk het maken van cobblestone, het maken van stone en het maken van obsidian. Voorheen gebruikte we het eigenlijk alleen voor het maken van obsidian. Dat kostte toen wat lava en wat water. Dat is hetzelfde verhaal voor dit, voor de cobblestone. Echter is het alleen wel zo dat hij alleen lava en water nodig heeft om het te maken, maar niet in het productieproces zal gebruiken. Ik ga zo meteen even laten zien wat ik precies bedoel. We moeten in ieder geval eerst alle 12 Ignis Extruders opvullen met een beetje water en met een beetje lava. Eén bucket is voldoende. En als het goed is, heb ik hier natuurlijk al boven wat lava staan. Dus dat zal niet echt een ongelooflijk probleem worden. Holy shit. Dat was niet helemaal de bedoeling, portable hole. Wat doen we allemaal? Dus dan vullen we nu alle ignische Extruders op met wat lava. Eén bucket per ignische is genoeg. Kijk dat er gewoon overal een klein laagje in zit. Hier zo, hier zo. Overal gewoon. En dat moet ik voor alle twaalf doen. En hetzelfde geldt voor water. En als het goed is, heb ik hier achter ook nog ergens een waterbron zitten. Kijk hier zo. Mooi, mooi, mooi. Even kijken, kom ik erbij? Kom ik erbij? Kom ik erbij? Nee, ik ga er niet. Ja, ik kom er wel bij. Mooi. Oké. Okay. Mooi, nice. Dan gaan we gewoon op deze manier invullen. Kijk, en dan zal ik ook gelijk laten zien wat ik bedoel. Hij gaat namelijk gewoon kobbelstone produceren. Maar er zal geen lava en ook geen water verloren gaan bij dit proces. Dus eigenlijk maak je op dit moment gewoon gratis kobbelstone. En dat is gewoon precies wat we willen. Oké, okay, ik ga dit bij alle 12 de Ignis Extruders doen. En dan kom ik daarna bij jullie terug. En dan gaan we verder met ons hele productieproces. En dan is hier de laatste Ignis Extruder. Mooi. En als het goed is, gaan alle Ignis Extruders dan nu gewoon werken. Kijk maar welke je ook aanklikt. Ze zullen allemaal gewoon kobbelstone gaan produceren. Maar wat gaan we nou eigenlijk mee doen? Nou, eigenlijk gaan we alle kobbelstone naar de zogeheten recyclers toe verplaatsen. En recyclers, dat is weer een toevoeging van Industrial Craft. Want kijk, deze Ignis Extruders zijn natuurlijk een toevoeging van Thermal Expansion. Dus we zijn weer lekker mods aan het combineren. Dat is natuurlijk altijd het leukste. Hoe maken we een recycler? Die maken als volgt: even kijken. Een compressor, wat glowstone, dirt en iron. Oké, okay, eigenlijk heel erg simpel. Even kijken. Basic machine casing, electronic circuit en wat stone. Ik wil in totaal, even kijken, we hebben drie rijen. Dus dan twijfel ik tussen of tussen drie recyclers of tussen vier recyclers. Weet je wat we doen? We proberen het eerst al eventjes met drie. En als dat niet werkt, gaan we het gewoon met vier doen. Dus ik ga eventjes drie van je recyclers maken. We zijn bijna klaar om de recyclers in elkaar te gaan zetten. We kunnen alvast een klein beginnetje gaan maken. Dan beginnen we gewoon met het maken van deze basic machine casings. Hier maken we er dus drie van. Oké, okay, mooi, die hebben we binnen. Dan gaan we vervolgens over naar de electronic circuits. Hiervoor hebben we koppenkabels, iron plate en redstone nodig. Even kijken, koppenkabels heb ik nog ruim voldoende. Haal ik hier wat iron plates vandaan. Even kijken, heb ik hier dan genoeg aan? Ik denk het als wel. Hier moeten we er ook weer drie van hebben van deze electronic circuits. Dus let's go. 1, 2, 3. Ja, inderdaad, we hebben gewoon voldoende. Dat was mooi. En dan gaan we nu eens even kijken wat we nog meer nodig hebben: Glowstone. We maken gewoon eerst die compressor. Let's go. Drie zijn binnen. En dan kunnen we het nu namelijk omgezetten naar de recyclers. En die zijn op hun beurt ook weer binnen. Oké, okay, mooi. Dan hebben we drie van deze recyclers binnen. En die gaan we natuurlijk ook gewoon naast de setup hier zo plaatsen. Waar wil ik dat precies gaan doen? Want het is nu dus de bedoeling dat deze Ignis Extruders de recyclers gaan voorzien van Cobblestone. Dus de recyclers ga ik denk gewoon hier neerzetten: 1, 2 en 3. Mooi. Dan is het nu eigenlijk gewoon zaak om vanaf hier dus via buizen naar de recyclers toe te gaan leiden. En dit wil ik gewoon weer gaan doen door middel van item ducks. Ik heb net de configuratie van alle Ignis Extruders even goed neergezet. Dat is namelijk als volgt, alles gewoon uit, behalve de bovenkant op output. We gaan namelijk geen items hier in pompen in de Ignis Extruders. Nee, hij gaat gewoon koppelstam van ons produceren en dat gaat alleen outputten via de bovenkant. Oké, okay, laten we nu de item ducks bovenop gaan plaatsen. En vervolgens gewoon alle item ducks ook gelijk op output zetten. Dus dat is go, go. Go en go. En dan worden ze nog niet automatisch eruit gepoet. Dat komt namelijk omdat ze nog een eindbestemming hebben. En dat is het handig van Item ducks en van thermo Expansion Pipes. Dat ze geen items ergens uit gaan trekken zolang ze hem nergens kwijt kunnen. Dan gaan we het nu eventjes hier naartoe leiden. Wacht voor. Dan ga ik het gewoon eventjes als voorbeeld hier naartoe leiden. Naar nou, zo'n recycler. En vervolgens zullen de items wel uitgepoet worden. Kijk, er komen ze al direct. Nu hebben ze een eindbestemming. En dat zal dan hier gewoon in de recycler terechtkomen. Spreekt allemaal denk ik best wel voor zich. Dus gaan we gaan hem nu gewoon eventjes alle pipes aanleggen en alles op de goede configuratie neerzetten. Kijk, dan zullen ze ook gewoon vanaf 4 geoutput worden en ga zomaar door. Oké. Okay. En als die vol zit, dan zullen ze gewoon stoppen met outputten. Kijk, ik zal het even laten zien misschien zo meteen nog. Ja, dat kunnen we wel even laten zien. Kijk maar, hij zit nu vol. En als ze daar niet heen kunnen, zullen ze automatisch weer terug worden gestuurd tot ze wel ergens terecht kunnen. En dat kan bijvoorbeeld dan de tweede recycler zijn. En de derde recycler, kijk. En die worden dan gewoon weer automatisch ingepoet. En kijk, er lopen nog steeds wat items terug. Maar die kunnen dan hier nergens heen. En dan gaan ze gewoon weer terug in hun Ignis Extruder. Tot ze weer uitgepoeld kunnen worden en weer een inventory kunnen hebben. En dit zijn de laatste twee. Let's go! En dan zullen er nu gewoon alle recyclers gevuld zijn met cobblestone. Kijk maar, vol, vol en vol. Dus nu is alles vol, maar kunnen ze dus niet meer kobbels dan opnemen? Dat wordt dan weer automatisch teruggestuurd. Maar wat gaan we nou eigenlijk doen in de recyclers? En waarom werken ze nog niet? Nou, dat waarom ze niet werken, is denk ik vrij logisch. Ze hebben namelijk nog geen energie. Maar, no probleem oh. We hebben natuurlijk hier een hele energievoorraad. Ik zit alleen te twijfelen of ik hier eventjes een aparte geothermal generator voor ga maken. Dat denk ik namelijk wel. Ja, we gaan eventjes een aparte geothermal generator maken. Die dingen zijn toch niet heel erg lastig om te maken. Die maken we namelijk als volgt: geothermal generator. Even kijken. Die maken we met iron item casing, met een generator, met empty cells en met glas. Oké, okay. okay, de geothermal generator is binnen en ik heb er ook gelijk wat Fluoredux bij gepakt. Dan gaan we eens even kijken hoe we de setup hier precies willen gaan plaatsen. Dan wil ik allereerst gewoon hier wat lava vandaan gaan halen, dus dat kunnen we dan nou gewoon vanaf de bovenkant hier doen. Even kijken, hoe wil ik dit precies aan gaan pakken? Ik weet het nog niet helemaal zeker, het zal een beetje priegelwerk gaan worden, zo meteen hier beneden, want het is best wel een kleine ruimte en ik moet er best wel veel spullen in kwijt. Maar we gaan er gewoon helemaal doorheen komen, denk ik zo. Dan leiden we vanaf hier wat Fluerdux, dus gewoon deze kant op en dan hierheen. En dan wil ik denk ik gewoon hier de geothermal generator neer gaan zetten. Hoeft helemaal niet zo op een hele rare plek. Kan ook trouwens gewoon hier. Dan kan het helemaal op een makkelijke manier. Wacht even hoor. Ik ga eventjes alle bekabeling goed leggen hier zo. Dus dan leiden we gewoon vanaf hier wat fluidux naar beneden toe. Hier in de bovenkant van de geothermal generator. Oké, okay, mooi. Vervolgens gaan we hier natuurlijk wel eventjes deze connectie uitzetten. Dat kan gewoon heel simpel. Dan gaan we nu naar beneden toe kijken. Eerst even kijken. Hij gaat nu energie leveren. Kijk maar, hij levert al energie. En wat zou ik weer de maximale output van 20 EU per tick. En wat kunnen deze recyclers ontvangen? Max power, 20 EU per tick. Oké, okay, mooi. Dan kunnen we het gewoon door middel van koppelkabels doen. Hoeft niet toch door een uh, LV-transformer of iets heen. Kan gewoon direct richting de recyclers. Oké, okay, eens even kijken. Dan gaan we het hieronder even aanleggen gewoon. Oké, okay, leiden we dus vanaf de Geothermal Generator de energie gewoon door richting de recyclers. Dus gewoon, hoppakee, deze kan weg. En dan zullen de recyclers nu gewoon energie ontvangen? En zullen ze nu vervolgens de cobblestone gaan recyclen? En dat geeft ons het volgende, namelijk scrap. Mensen die het vorige seizoen hebben gekeken, zullen precies weten wat we met dit scrap gaan doen. Het kan namelijk heel goed werken als fuel. Je kan er scrapboxes mee maken. En je kan er eigenlijk gewoon nog heel veel meer mee. Maar daar gaan we wel mee in de toekomst op komen. Voor nu is mijn doel eigenlijk gewoon om 9 scrap te combineren tot aan scrapboxes. Kijk, en inderdaad, er zullen nu gewoon weer automatisch cobblestone bij toegevoegd worden. Het is best wel een beetje een rotzooitje in die pipes. Maar geloof me, het is echt gewoon de chillste pipe die men kan verzinnen, die item ducks. Eens even kijken, hoe staan we ervoor? 9. We zitten op dit moment al op 11 scrap. Mooi. Maar wat gaan we nou eigenlijk met dat scrap doen? Nou heel erg simpel. Dat gaan we via de achterkant uitpoeten. Vervolgens gaan we het hier in of een Cyclic Assembler doen of in een Autocrafting table. Daar moet ik nog even kijken. Heeft beide zijn voor en zijn nadelen. En vervolgens gaan we het hier aan de buitenkant naar een barrel toe leiden. Zodat ik direct met één op oogopslag kan zien hoeveel scrapboxes we hebben. Oké, okay, ik ga nog eventjes wat ducks erbij pakken. En dan kom ik daarna bij je terug. Oké, dan gaan we dus naar de achterkant van de recyclers en gaan we vanaf de achterkant items outputten in de vorm van scrap. Dat scrap leiden we vervolgens gewoon ergens hier naartoe en dan gaat hier zo meteen een machine komen te staan. Even kijken, hoe wil ik dit precies gaan doen? Gaan we gewoon vanaf hier de item dux leiden? Dus gewoon oké, go and go. Zetten we het op output en dan moeten we hoogstwaarschijnlijk nog wel een pneumatic servo erin doen. Ja, dat moet inderdaad. Dat komt namelijk omdat de Thermal expansion machines zijn automatisch uitgerust met een automatische output. Kijk, omdat je hem hier al op output hebt staan, heb je geen pneumatic server nodig om de item ducts te laten werken. Maar hier zal er niet automatisch geoutput worden. Kijk, maar de items blijven er gewoon in. Dus vandaar moeten we gewoon een pneumatic server hebben om het proces op gang te gaan brengen. Geen probleem natuurlijk, want we kunnen gewoon heel simpel wat pneumatic servers gaan maken. Dus dan maken we drie van deze pneumatic servos. Dat is voldoende voor nu. En dan keren we nu weer terug naar de plaats waar we het allemaal aan het maken zijn. Dus dat is gewoon hier zo. Holy shit. Dat... Die portable zorgt trouwens wel echt voor heel veel lek als het zo door blijft gaan. Want kijk, omdat het zo'n hele gang maakt, zorgt het gewoon voor lek. Holy shit. Mijn fps dropt er gewoon onder de fucking 20. Maar goed. Geeft niet. Dan gaan we het hier naartoe leiden. En dan komt hier zometeen ergens de machine te staan. Maar voor nu gaan we het eerst eventjes... What the fuck? Hoe kom jij hier vriend? Wat? Hoe komt hij hier dan? Nou... Oké, okay, ik moet even controleren zo meteen of er misschien tortjes gebroken zijn of iets. Moet ik zo meteen even kijken. Maar voor nu gaan we allereerst de drie primorder servers installeren. Dus dat is dan hierop. Hierop. En hierop. En dan zullen we nu gewoon de optie hebben tot rechtermuisknop. signaal uit. En vanaf dat moment zullen we wel gewoon items uitgepoed kunnen worden. Maar dat gebeurt nog steeds niet, omdat je natuurlijk nog geen eindbestemming heeft. Eens even kijken. Zo, deze kan uit. Die kan uit. En die kan uit. En dan moeten we nu gaan beslissen welke machine we gaan gebruiken. Dat is namelijk de Cyclic Assembler. Die zal ik even pakken. De Cyclic -like Assembler hier. Leuk dingetje van Thermal Expansion. Die maak je als volgt. Heel simpel recept eigenlijk. Of dus de Auto Crafting Table die jullie al eerder gezien hebben. Uh, auto hier. De Auto Workbench. Dit dingetje. Maar wat is nou het verschil tussen een auto-workbench en een cyclic assembler? Ze hebben beide hun voordelen en nadelen ten opzichte van elkaar. Maar ik ben toch geneigd de cyclic assembler te gaan doen. Want wat is namelijk het nadeel van zo'n auto-workbench? Hij is gewoon echt heel erg traag, jongens. Dat hebben we al eerder gezien. Hij is gewoon heel erg traag. Hij doet zeker 20 seconden voordat hij iets gecraft heeft. Dat gaat gewoon niet werken bij zo'n snel proces als dit. Want kijk, er gaan zo meteen echt serieus gewoon bijna drie stacks met scrap ingebeukt worden. Dus mijn voorkeur gaat uit naar de cyclic assembler. Die is gewoon een stuk sneller. Maar die heeft natuurlijk ook weer als zijn nadeel dat hij wat energie kost. Maar dat zal helemaal niet zo heel veel zijn. Dus ik ga zo meteen gewoon eventjes een energy cell regelen. En dan gaan we dan wel kijken hoe ver we gaan komen. Even kijken. Die maken we met een tinker, een machine frame, redstone Reception Coil en nog allemaal wat simpele spullen. Als het goed is, heb ik nog wel wat tinkers in mijn systeem zitten. Tinkers hier, zo, ik heb er nog tien. Oké, okay, ik ga eventjes zo'n Cyclic Assembler maken. En dan kom ik daarna bij die terug. Als het goed is, heb ik nu alle spullen bij elkaar verzameld om de Cyclic Assembler in elkaar te gaan zetten. Dus let's go. En we hebben binnen de Cyclic Assembler. Oké, okay, mooi. Dan gaan we die dus nu weer achter de muur plaatsen. En dan gaan we eens even kijken wat dit leuke dingetje voor ons kan gaan betekenen. Oké, okay. we plaatsen hem dus gewoon hier zo. En op dat moment zullen ook automatisch alle scrap, zeg maar aan de achterkant eruit gepusht worden. En zullen automatisch hier in de Cyclic Assembler terecht gaan komen. Tenminste, als de achterkant op input staat. Even kijken, ja, die staat op input. Dus waarschijnlijk zal de scrap hierheen getransporteerd worden. Inderdaad, en dan komt het hier nu in de Cyclic Assembler terecht. Die gewoon in zijn internal storage gewoon alles zal storen. Kijk, je kan makkelijk echt heel veel stacks hierin kwijt. De scrap is nu rustig op aan het vullen, dan kunnen wij alvast gaan kijken naar de inhoud van deze machine. Dan gaan we allereerst naar het eerste tapje toe, namelijk het energiegebruik. Je zal zien dat hij maximaal 20 RF per tick zal gaan gebruiken. Dat je ook nog het rest van kan controleren, dat je een configuratie hebt zoals op elke Thermal Expansion machine. En dan gaan we nu naar het laatste kopje, en dat is denk ik wel de belangrijkste. Dat is namelijk de hele functie van de machine. We hebben eerst een schematic nodig, dus die gaan we erbij halen. Schematic. Die maken we als volgt met twee peper en wat sully of met blue dye. Maakt niet heel veel uit. We gaan eens even kijken hoe we dit voor elkaar kunnen gaan krijgen. Heb ik überhaupt nog wat peper? Dat is vraag 1. Peper, 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 peper. Ja, ik heb nog peper. Mooi. Dan gaan we twee peper pakken? Want één. Uh, Zo'n schematic is voldoende voor nu. En dan gaan we ook gelijk wat lepersensuli sully van boven pakken. Weg jij. Ik weet niet wat dat is met de portable hole. Maar soms laat hij een hokje gewoon helemaal open qua portable hole. En die moet je dan gewoon eventjes wegslaan. Gewoon met linker muisknop. Dan zal hij gewoon verdwijnen. Dus hoppakee, een Leppe Sasuri. En zullen we nu ook het peper onderhand binnen hebben. Kijk ligt op de grond op ons te wachten. En dan kom je er twee peper met een Leppe Sasuri. En dat geeft ons onze allereerste schematic. Er schoot me ook gelijk wat er binnen. Ik had namelijk nog wat Magmatic Dynamo's. Namelijk van mijn allereerste Thermal Expansion Setup die ik nu meer gebruik. Dus dan gaan we dat gewoon hier plaatsen, de Magmatic Dynamo. En kunnen we gewoon vanaf hier wat lava er naartoe leiden door middel van wat Fluidux. Dus gewoon hier naartoe. Zo. So. Alleen hier niet connect, alsjeblieft. Dankjewel. Zo, en dan zal de McMerk dan nu gewoon energie gaan leveren binnen enkele seconden. We gaan eens even kijken. En hij gaat nu outputen 80 RF per tick. En dat is echt ruim voldoende. Want deze Cyclic Assembler zal maximaal 20 RF per tick gaan je gebruiken. Dus op één make Nemo Dynamo zal hij gewoon compleet kunnen runnen. Daarom koos ik ook voor deze optie. Het kost wel wat energie, maar het gaat echt veel sneller. En die energie is eigenlijk helemaal totaal geen probleem. Oké, okay, dan hebben we hier het volgende kopje: Redstone signaal. Dat kunnen we gewoon zo laten. Configuratie gaan we gewoon alles even kijken. De achterkant is input, hè? dus we moeten de achterkant op input laten. De rest kan uit. Dus hoppakee, zo alles is uit. En dan gaan we denk ik gewoon vanaf de linkerkant gaan we output. Dus die zetten we op output. Zo, mooi. Dan kunnen we nu eens even gaan kijken naar het laatste kopje. Want dat is misschien nog wel het belangrijkste. Hier gaat namelijk de schematic komen. Oké, okay, en ik heb de modpack ook weer lekker lopen slopen. Als je namelijk normaal gesproken hier een schematic in plaatst, kun je hier een recept invullen. Dat kan je dan gewoon gaan programmeren. Maar als je goed kijkt... Het gaat niet. Nice. Dit was een paar maanden geleden. Toen de modpack echt twee weken uit was, was het ook al zo. Deze bug. Die zat er toen ook al in. Dat is toen uiteindelijk gefixt. Maar blijkbaar is dus weer terug in de modpack. Deze bug. Oh, Oké, okay. nou helaas. Dan moeten we toch eventjes tijdelijk gebruik gaan maken van zo'n auto-workbench. Totdat deze cyclic assembler weer gefixt is. Op zich, natuurlijk, niet een heel erg probleem. Want ik denk dat we nog niet echt in de problemen kunnen gaan komen. Als we gewoon zo'n auto-workbench maken. Maar ik had gewoon liever die cyclic assembler gebruikt. Omdat het een stuk sneller gaat. Oké, okay, nou gaat even niet anders. Dan gaan we hier de output eventjes op uitzetten. En die connect. Zodat die gewoon automatisch weer teruggeschud Oh die shit, wat gebeurt daar? <laughs> ik ben een game echt aan het slopen. Oké, okay. dan leiden we het gewoon hier naartoe. En dan gaan we hier een auto-workbench neerzetten. Oké, okay, dus dan plaatsen we hier de auto-workbench. En gaan we hier het recept plaatsen van de scrap. Namelijk als volgt: gewoon 9 scrap. Combineren tot aan een scrapbox. Oké, okay, mooi. Dan zal het nu automatisch weer geoutput worden. En dan zal het hier nu wel in kunnen gaan verschijnen. Kijk maar. Binnen enkele seconden komt het hier aan. Mooi. Nice. Dan gaan we het vanaf hier gewoon outputen richting een barrel. Dus dan leidt het hier omhoog. En dan wil ik het ongeveer hier. Even kijken. Ik, ik had een plek uitgezocht om het in de muur te gaan maken. Even goed kijken hoor. Hier is het weer gebeurd. Oké, okay, ik wil het namelijk hier in de muur gaan maken. Gewoon lekker een beetje het midden. Van de muur en dan plaatsen we hier zo meteen gewoon een barrel. Dan gaan we hier op een primaire Xervo installeren. Dan gaan we het resonantieel uitzetten. Vervolgens deze kant op. En dan moeten we alleen nog een eindbestemming hebben. En dat is namelijk de barrel die erboven gaat komen. Ik heb in de tussentijd ook eventjes wat barrels gemaakt hier zo. Kijk, ik heb een stuk of vijf barrels gemaakt. Tussen de episodes door. Die moet ik trouwens ook nog eventjes boven neerleggen. Want ik had er toen eentje weggehaald of twee weggehaald. En dan plaatsen we hem hier zo. En dan zullen we nu automatisch de scrapbox uit worden getransporteerd. Kijk maar, er komt eerst al. Turum. En dan zal die gewoon hier in de bel terechtkomen. En kan ik gewoon gelijk binnen één oogopslag zien hoeveel scrapboxes ik op dit moment heb. Kunnen we het hier weer dicht gaan maken? Door middel van de Colored Bricks. En dan is het nu wachten tot de Cyclic Assembler wordt gefixt. Want dat gaat echt stukken sneller dan. Maar voor nu is het wel een mooie tijdelijke oplossing. Ik hoop dat er ja, binnen twee weken toch al een patch is en dat ik het systeem kan fixen. Maar voor nu moet het maar op deze manier doen. Maakt niet uit. De scrapboxes zijn binnen. En dat was de missie van deze episode. Nice. We zijn ongeveer 10 minuutjes verder en we hebben al bijna een stack met van die scrapboxes. Holy shit jongens, wat gaat dat hard? Binnen een aantal episodes gaan we er gewoon weer mee verder. Ik schat ongeveer binnen drie episodes. Gaan we kijken wat we met die scrapboxes gaan doen. Kijk, stekker binnen. Mooi. Maar van nu wil ik jullie nog een aantal dingen laten zien. Waaronder deze MFSU. Want kijk, hij is helemaal volgeladen met EU. Gewoon 40 miljoen EU dat we nu binnen hebben. Echt fucking ziek gewoon. Ik ga ook gewoon gelijk even kijken hoe het zit met onze boiler. Hoe het zit met de olie en zo. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Even kijken. De olietank zit nog helemaal vol. Daar houden we van. We gaan eens even kijken hier in de high pressure boiler. Fuel ziet er gewoon goed uit. Alles ziet er gewoon goed uit. Het gaat gewoon helemaal goed met de setup hier zo. Daar ben ik er nog blij mee. Maar 40 miljoen EU is binnen. En dan ga ik eventjes bedenken wat ik daarmee wil gaan doen. Want ik denk gewoon dat ik de machinerij uit wil gaan breiden hier zo. Hmm, ja, oké, okay. ik ga er eventjes over nadenken, tussen de episodes door. Er wordt ook heel veel in de comments aangevraagd van, hoe gaat het met de nether, hoe gaat het met de farm, hoe gaat het met je cobblestone productie. Dus ik ga nu eventjes snel een rondje langs alle velden maken, om het zo maar eventjes te noemen. Als het je niet interesseert, dan uh, is eigenlijk bij deze de video ten einde, want ik ga niks meer bouwen. Ik ga alleen nog eventjes een klein rondje maken langs alle farms. Want kijk, zoals je ziet, Steve staat hier stil, maar die ga ik nu weer aanzetten. Dus Steve, go. Dan gaat hij nu gewoon weer... De bomen alles goed is en dan gaan we eens even kijken hoe we ervoor staan. We hebben namelijk al ruim 2 stacks met appels, al bijna 50 stacks met hout en ook al, holy shit, al 16 stacks met saplings. Hier ga ik ergens ook iets leuks mee doen. Maar daar kom ik allemaal dan op. We gaan eens even kijken hoe zit het hier met de wheat farm, die staat natuurlijk al heel lang stil. We hebben op dit moment nog uh, ja, 64 stacks met seeds, holy shit, en 24 stacks met wheat. Nice. Dan wil ik nu denk ik overgaan naar de nether, want dat is nu het dichtstbijzijnde. Gaan we het eventjes doen en dan ga ik jullie laten zien hoe ver die pomp is. Want die heb ik ook al een hele tijd niet meer gezien. Ik ben ook wel benieuwd hoeveel Stony al heeft gemaakt daar zo. Want aangezien echt heel veel lava gebruiken, natuurlijk voor de Geothermal Generators, voor de Magmatic Engines, cetera. Ben ik ook wel benieuwd hoe ver we zitten. Eens even kijken. Holy shit, dat gaat hard hier. <laughs> Moet je kijken hoeveel we al hebben. Maar ja, dan moet je ook eens even kijken hoeveel we nog verder kunnen. Holy shit jongens, oké. Okay. Wat lava betreft zit het helemaal goed. En wat de farms betreft zit het ook helemaal goed. Iemand had ook in de vorige episode aangevraagd van... Kan je nog eens een keertje kijken hoeveel je quarry al heeft geproduceerd aan cobblestone. Maar die quarry staat eigenlijk al heel lang stil. Echt al twee weken lang staat die stil. Omdat die toen gewoon klaar was met het uitgaven van het gat. Ik kan trouwens nu wel even snel gaan kijken of er misschien nog diamonds liggen of iets. Oké, okay, ik ben dus aangekomen bij mijn oude quarry En ik heb net alvast twee van die workbenches vernietigd. Om bij mijn nieuwe systeem neer te gaan zetten. Dat was gewoon de eerste. Die bevatte niet heel veel cobblestone. En de derde, die had ik ook gemold. Die bevatte namelijk 12 van deze double compressed cobblestone. En hier heb ik ook nog heel veel zitten. Namelijk 39 keer 729 cobblestone. Holy shit. Ik weet niet precies hoeveel dat is. Maar het is sowieso. Nou, ik laten we zeggen rond de 21.000 tot 25.000 cobblestone dat ik heb. Dus uh, hopelijk is die vraag daarmee beantwoord. Echt ongelooflijk veel cobblestone. Holy shit. Oké, okay. zal ik ook gelijk even beneden gaan kijken of we diamonds hebben gevonden. En iemand had ook nog gevraagd. hoeveel diamonds ik de volgende, vorige keer had gevonden bij die andere. Dat waren er, geloof ik, 8. Viel best wel mee hoeveel het was. Kijk, hier heb ik ook wat diamond gevonden. Dit lijkt mij weer een perfect moment om de episode af te gaan sluiten. Ik bedank jullie weer voor het kijken naar deze episode. Hopelijk kunnen we gewoon weer de 100 likes halen. Het was denk ik zeker weer een geslaagd episode. Ik heb een heel leuk systeempje opgezet voor scrapboxes. Een begin van de YuYu met productie is er. En ik heb de game natuurlijk weer gebroken. Dat gebeurt wel vaker dit seizoen. Want het is natuurlijk ook pas een beta deze modpack. Dus er moeten nog allemaal dingen gepatcht worden. Ik ga toch even aan het forum dat er weer een uh, bug in zit of een glitch in zit. En is het hopelijk bij de volgende versie weer gepatcht. En kunnen we het systeem echt definitief af gaan maken. Voor nu bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer bij meer Minecraft Vita Beast multiplayer serie. Peace jongens.